Dat is de Ramadan-krant. Die hebben we speciaal gemaakt. Dat is een extra uitgave van M-Zine. Nou, het is nu eigenlijk een eenmalige editie. We hebben natuurlijk daar zo vaak in M-Zine over geschreven over het Ramadan. Over wat je wel en wat je niet moet doen. Dus ik dacht van, hey, misschien is het ook wel handig om met de krant eigenlijk een groter publiek te bereiken. Dus heb ik 50.000 stuks oplagen laten drukken. Ja, ja. We zijn blij dat u tijd heeft kunnen maken voor onze Ramadan-special. Ja? Het is een Ramadan-krant. Het is een uitgave van M-Zine. Een tijdschrift voor de zelfbewuste Nederlandse Marokkaanse jongeren. Wij hopen hiermee nog meer mensen te bereiken. En we willen via deze weg zowel de moslims als de niet-moslims over de Ramadan informeren. En over de zaken die de Marokkaanse gemeenschap bezighouden. Het kan natuurlijk zijn, afhankelijk straks van de reacties, dat we daar vaker bepaalde thema's binnen de islam of andere thema's zullen oppakken. Ja, okay. We proberen via deze weg. En hoe gaan jullie dat verspreiden? We gaan het via moskeeën. Bij ROC's, straks op straat, op markten. Op stations, verenigingen, scholen. Natuurlijk ook bij iftars, die natuurlijk de komende maand overal in het land zullen zijn. Nou, ik ga in ieder geval naar 2 iftarmaaltijden. Dus wat dat betreft kan ik er ook met mensen nog weer verder over spreken. Ik heb ook in ieder geval wat vijgen voor. En dadels. Ja, dus, voor aan het eind van de dag. Aan het einde van de dag. Ja? De Ramadan begint toch morgen? Nou, vandaag. Ja. Oh, ik dacht dat het morgen was. De Ramadan is op zich niet een feest. Het is natuurlijk vasten met een bepaald ritueel. En aan het eind heb je het suikerfeest waar de Ramadan wordt afgesloten. Ja, tot op heden hebben we gezegd van mensen moeten de gelegenheid hebben om dat feest te kunnen vieren, om daar een nationale feestdag van te maken. Ik denk dat dat niet nodig is, dat mensen gewoon de ruimte hebben nu om het suikerfeest en de afsluiting van de Ramadan op een goede manier invulling te kunnen geven. Ja, je neemt dan dus wel een vrije dag op. Als je gewoon bij een baas werkt, neem je snipperdag op of een verlofdag. Of misschien is er een hele verlichte baas die zegt van je krijgt van mij een vrije dag. Maar als dat niet het geval is, dan neem je dus op eigen rekening een dag op. In ieder geval nog een fijne dag verder. Heel goed initiatief. Dat iedereen het moet lezen. Dat is heel belangrijk. Zowel moslims als niet-moslims. Absoluut. Een collectors item wordt het misschien nou, wel. Nou, denk ik nou. Absoluut, absoluut. Die gaat het echt dat je vindt. Heel goed. Dank u wel. Okay. Nou, in ieder geval zij is natuurlijk de minst van integratie. En dan is het vooral het natuurlijk dat zij natuurlijk het krantje natuurlijk in ontvangst neemt. Het is niet iets, een maand, het lijkt me echt heel erg lang. Ik heb wel eens overwogen om zo'n sapweek een keer te doen. Een beetje jezelf. Want het is natuurlijk toch ook je lichaam reinigen. Ja, dat daar heeft het mee te maken. Maar zelfs dat besluit heb ik nog nooit tot uitvoer kunnen brengen. Dus het lijkt mij echt behoorlijk pittig. Kent u de Ramadan? Nee. Nee? Doe maar even. Nou, Mabrok Kerim zegt u dan tegen alle moslims. Mabrok Kerim. Of Ramadan Mabrok Kerim. Ja, gezegend Ramadan. Oké. Nou, dat zal ik oefenen. Hartstikke bedankt. Oké. Oké, nogmaals dank. Dag. De minister heeft tijd voor ons genomen. Ik bedoel, het is toch een minister, hè? Ik bedoel, ik heb gezegd, goed, oké. Het is dus op zich wel leuk. Ik heb ook Wilders gevraagd. Maar die had daar niet zoveel zin in. Met zijn vogelaar zoek ik dan natuurlijk bij uitstek de persoon om dat te doen. We hebben gezegd wat we wilden zeggen. Daar gaat het om. Ja, ik kwam heel doelgericht. En kort en krachtig. En dat is op zich wel gelukt, denk ik. Mabrok Ramadan.